Ja, ik ben vrijwilliger bij Inloophuis, Inloophuis de IJssel. En dat is voor mensen die op wat voor manier dan ook met kanker in aanraking zijn gekomen. Ik heb zelf kanker gehad en een hele heftige vorm van kanker met een kleine overlevingskans. En ik heb het wel overleefd, maar het werk wat ik altijd deed kan ik niet meer doen. Door chemobrein, vermoeidheid en ja, je hele leven aan de zijlijn staan. Dat was niks voor mij en zo ben ik eigenlijk erin gerold. Ben ik op zoek gegaan naar een inloophuis. En nou ja, daar wilden ze me graag hebben als vrijwilliger. Ik wilde zelf eigenlijk gastvrouw worden, maar op dat moment dat ik binnenliep waren er meer dan voldoende gastvrouwen. En toen hoorden ze dat ik social media wel leuk vond. Nou ja, ik werd bijna aan mijn kraag het kantoor binnengesleept. En ik doe Facebook en Instagram. Maar eigenlijk vind ik het leuker om van mens tot mens contact te hebben. Dus als ik op een markt sta achter mijn kraam, dat vind ik eigenlijk leuker om te doen.